Omschrijf alle coaches in één woord. Anouk, Ali, Sanne, Whalen. Oeh. Elke keer schrik ik van die vraag en dan denk ik, wow, maar ik ben toch net moeder? Ik heb toch net een kindje van één? Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben al wel een tijdje wakker. Mick is al naar werk. Eva die doet nu al haar dutje. Het is 11:15. En dat betekent dat ik me eindelijk kan klaarmaken. Let's go. Zo, ik kom net uit de douche. Oh, ik ga even een masker opdoen. Dat is deze. Smeer ik mijn huid in met deze. Dan, ik ga niet echt iets boeiends met mijn haar doen. Ik moet ook nieuwe producten halen voor mijn haar. Dat ga ik vandaag even doen, want alles is op. Dus ik ga het gewoon even snel in een hoge knot doen. Et voilà. Oké, ik ben net in slaap gevallen, soort van. Eva was heel lief aan het spelen hier zo. Dus ik was niet echt diep aan het slapen of zo, maar dan sukkel je een beetje zo weg. Maar Eve, het is nu super lekker weer. Tenminste, het is droog. Laten we naar de winkel gaan. She's not feeling it. Zo, wij zijn ready to go. Eve, hoe ga je? Ik heb even mijn camera opgeladen en ik ben er weer een tijdje thuis. Strijkplank, strijkbout. Ik heb, ik dacht ik ga even delen wat ik net heb gekocht, mochten jullie dat leuk vinden. Ik heb vitamine D gehaald voor Eve, want die was op. Deze keer van de Ethos. Ja, niet echt boeiend. Dit gebruik ik dus voor mijn haar nu. Ik moet zeggen dat ik heel vaak afwissel qua producten en qua haarroutine. Misschien moet ik even een extra video opnemen over mijn haarroutine en dan hoe ik het los doe. Want er staat al een video online waarin ik je meeneem in mijn haarroutine, maar dan doe ik het helemaal vast. Dus dat is mijn haarroutine nadat ik mijn haar heb gewassen, zeg maar. Dus misschien is het wel leuk als ik een daily hair routine ga opnemen. Laat maar weten in de comments of jullie dat leuk vinden. Ik gebruik dus de Curlala van Aunt Jackie's. En eigenlijk doe ik dan deze, die is ook van Aunt Jackie's. Dit is een leave-in conditioner en die doe ik eigenlijk onder de douche. Doe ik die al in en dan ga ik mijn haar uitkammen. En dan als ik uit de douche kom, doe ik deze in mijn haar. Maar ik maak daar wel een aparte video over. Mijn Anastasia wenkbrauwpalet was gebroken, zoals jullie konden zien in de vorige video. Dus heb ik even deze gehaald bij de Hema. Een soort van, ja, gel-achtig poeder. Die van Anastasia was echt een poeder, maar deze... Dit is echt een beetje, ik weet niet of je het kan zien in het licht. Dit is een beetje meer creamy gel of zo. Nou ja, we gaan het allemaal weer lekker proberen. En deze dingetjes maken me altijd wel weer een soort van een beetje blij. Want dan is alles weer lekker aangevuld en kan ik weer mijn haar doen en mijn wenkbrauwen doen. Zo, ik heb de was gedaan. Eva ligt op bed. Het is bijna 7:30.
Oké, in deze video gebeurt volgens mij niet zo heel erg veel. Want ik gewoon echt niks aan het doen ben vandaag. Ik had wel op Instagram dat ik, ook puur uit verveling, een stel me een vraag ding gedaan. Had ik een paar vragen beantwoord, maar er zijn er zoveel dat ik dacht, nou, misschien kan ik die even hierbij beantwoorden. J. Floortje vraagt, zou ik je ooit kunnen ontmoeten? Nou ja, dat kan zeker. Dit najaar ga ik op tour. Met Top 2000 Live. Mocht je het leuk vinden om te komen kijken, ik zet hieronder meteen het speelschema. Dan kan je meteen kijken of je het leuk vindt om te kijken. En wellicht kun je mij dan ontmoeten. X Lynn Kyler vraagt, wat is het allergekste wat je hebt meegemaakt met je kleine, superknappe meid? Nou, wat lief. Het gekste wat ik ooit heb meegemaakt. Nou ja, het grappigste wat ik ooit met haar heb meegemaakt. En toen was ze best wel klein. En dan hebben baby's een fase dat ze, ja, ze noemen het, hoe noemen ze het eigenlijk? Oh ja, spuitluiers. Zij zat dus in die fase dat ze dus van die spuitluiers kreeg. Nou, dat is gewoon de worst. Op een gegeven moment, ik weet nog dat Mick en ik, en toen woonden we nog in ons oude huisje. Nou ja, studiootje. Dus het was allemaal super klein. Dus Eva had echt zo'n soort van hoekje. Dat was dan haar kamertje. En ik weet nog dat wij midden in de nacht werden wij wakker door Eve. Toen dacht ik, nou, ik ga er wel even voeden. Daarna even schoon luier. Dan kan ze weer lekker rustig slapen. Dus nou, voeding ging goed. Ik gaf toen nog borstvoeding en toen heb ik haar verschoond. En tijdens het verschonen, en je moet je voorstellen dat dit dan gewoon om 4-3 uur 's nachts is. Dus je bent ook nog helemaal een soort van, huh. Opeens hoorde ik gewoon echt, pff, gewoon maar echt een knal. Gewoon uit zo'n mini-lijfje dat je denkt, what the fuck is happening? Nou, echt spuitluiers. Nu weet ik hoe ze aan die naam komen. Want jezus, het spoot er allemaal uit en ik weet nog dat het op ons hele bed was gekomen. En op de vloer, op de commode, zelfs op de wand. Het was echt the worst. En Mick werd daardoor ook gewoon wakker. En wij, ik weet nog dat wij echt de slappe lach kregen. Echt om 4 uur 's nachts. En echt, oh, dat was wel echt even een, echt zo'n moment dat je denkt, wauw, oké. Esme Loy vraagt, wat is je gekste eigenschap? Oh ja. Ik had Mick geappt, want ik weet dat gewoon niet van mezelf. Ja, ik heb echt geen idee. Dus ik had Mick geappt van, schat, wat is mijn gekste eigenschap? Toen zei hij, trappelen met je voeten als je geïrriteerd bent. Dat heb ik niet eens door. Of als ik aan je nek trek, dan hij bedoelt mijn hals. Dat doet hij heel vaak, als hij vervelend is. Dus als ik aan je nek trek, hem glad strijken. Dus altijd als hij dit doet, dan doe ik zo. Want ik heb dan het gevoel dat dit dan zo blijft hangen. Ik wil geen hangnek. Nou ja, dat soort dingetjes. Toen zei hij, of altijd je mond open doet als je in je neus ploetert. Thanks. Oké, ploetert, wat is het ook voor woord? Manon Lutmer vraagt, wil je nog een keer een liedje zingen en dan op Insta zetten? Love your covers. Ja, dat ga ik zeker weer doen. Dus hou mijn Instagram in de gaten en ook mijn YouTube. Want daar komen binnenkort ook hele leuke video's online. Wat zou je doen als je voor één dag een man was? Dat kan ik niet op camera zeggen. Zou je nog een baby willen? Vraagt Kikirp. Deze vraag krijg ik zo vaak. En elke keer schrik ik van die vraag. Dan denk ik, wow, maar ik ben toch net moeder. Ik heb toch net een kindje van 1. Hoe snel moet dat gaan? Maar nee, het zou superleuk zijn voor Eva natuurlijk. Dat ze dan een broertje of een zusje zou krijgen. Maar ik vind het, ik ben eindelijk aan het aarden. Of zo. Eva wordt overmorgen 1. En ik vind het wel eventjes goed zo. Ik ben net verhuisd. We wonen net in een heerlijk huisje waar we net even wat meer ruimte hebben. Maar echt nog lang niet genoeg ruimte voor nog een babykamer. Dus nee, en ik ben daar ook helemaal niet over aan het nadenken op dit moment. Ik ben echt gewoon aan het genieten van Eva, Mick en ja, ons als gezin. Shira Kok, laagstreepje, vraagt, hoe is het met je vriend? Nou, dat kun je beter aan hem vragen. Hij heeft ook Instagram. Nee, het gaat goed met hem. Hij is druk, werken, always working. Mijn vriend organiseert feesten, clubfeesten in Amsterdam. Hij heeft het Vegan Food Festival georganiseerd. En door de week werkt hij fulltime in de dierenartspraktijk van zijn moeder. Steven, mijn BFF, vraagt, ga je snel weer leuke muziekvideo's maken met die onwijs leuke jongen op die piano?
Schat, wat denk je zelf? Natuurlijk. Er komen hele leuke video's, jongens. Ik heb nu al een soort van teaser gegeven, maar er komen echt hele leuke video's. En ik kan niet wachten tot die online komen. Liliane Lara 127 vraagt of zegt, I'm your fan, I'm from Brazil, kisses. Nou, superleuk. Demi de Boer, I need to see you and you're a little angel. Oh my god, ja, ik moet jou ook echt zien, veel te lang geleden. Sasha Settelbon, wanneer gaan wij weer afspreken? Sasha, call me. Elena Kinassi, ik weet niet hoe je het uitspreekt, vraagt, zou je Ariana Grande ooit willen ontmoeten? PS, je kan echt mooi zingen. Wauw. Nou, wat super lief. Ik zou zeker Ariana Grande willen ontmoeten. Ik baal dat ik geen kaartjes had voor haar concert, want zij was hier een tijdje terug. En ik vind haar echt fantastisch. Echt love her songs. Waar hebben jij en Mick, of Mick, M-I-C-K, geen idee hoe je het schrijft, leren kennen? Dat vraagt ook gewoon Maup. Wij hebben elkaar leren kennen op een verjaardag van een gemeenschappelijke vriendin van ons. Toen kwamen we elkaar weer tegen tijdens, ik denk namelijk Lucia Martas. En we hadden dan af en toe van die open lessen. Dus dan mogen familie en vrienden mogen dan in je lessen komen kijken. En toen zag ik hem weer. En hij kwam eigenlijk kijken naar een les van iemand anders. En toen zei hij van, nou, ik blijf zo meteen wel even hangen. Welke les heb jij zo? En toen had ik popping les. Dus dat was, nee, house les hadden wij. En daar was ik zo slecht in. Ik kon dat gewoon echt niet. Dat is met een bepaalde soort van bounce techniek. En nou, dat was echt verschrikkelijk. Dus ik zou, nou, ik heb zo meteen eigenlijk geen les. En toen zei een klasgenootje van mij, jawel Chin, we hebben house. Toen dacht ik, thank you. Dus toen kwam hij naar die les kijken. En ik weet nog dat ik echt, er was een mega grote paal, stalen paal in dat lokaal. En ik weet nog heel goed dat ik daar gewoon de hele les achter heb gedanst. Ik wou hem gewoon echt verstoppen voor hem. En nou ja, toen hebben we heel veel geappt. En op een gegeven moment vroeg hij mij uit. And the rest is history. Elina Tik, _ vraagt, beschrijf alle coaches in één woord. Anouk, Ali, Sanne, Waylon. Oeh, ik vind dat heel moeilijk in één woord. Nou ja, Anouk, dat vind ik gewoon een baas. Ik vind haar zo tof en ze is echt heel aardig. Heel veel mensen zeggen dat dat totaal niet overkomt op tv, maar zij is gewoon echt mega chill en aardig en gewoon super relaxed. Ali, nou, dat was mijn coach. Hij is gewoon super chill, echt een grappenmaker en neemt het allemaal ook niet zo heel erg serieus. En dat houdt het toch ook wel luchtig, want dat programma is al best wel heavy. En ja, met hem was het gewoon altijd lachen en gewoon chill. Sanne, daar had ik eigenlijk niet echt heel veel contact mee, dus ik weet ook niet hoe zij in het echt is, maar op zich vond ik haar ook wel relaxed en chill. Waylon, ja, super chill ook is hij. Maar ik had ook niet echt heel veel contact met hem tijdens The Voice. Dus ik heb geen idee hoe hij in het echt is. Maar volgens mij is hij wel gewoon echt een chille gast. En ik vind hem echt een waanzinnige zanger. Emma van Schip vraagt, geen vraag, maar hou echt van je daily vlogs. Nou, dat vind ik zo leuk. Ik krijg ook echt super leuke reacties op mijn daily vlogs. Ik vind het zo leuk en echt leuk dat jullie het laten weten. Want ik heb geen idee, ik doe ook maar wat. En ik ben ook maar, dit is ook maar gewoon een experiment. Maar ik vind het wel heel leuk om mijn leven met jullie te delen. En ik vind het super leuk dat jullie het ook leuk vinden om deze video's te zien. Dus dat doet mij heel erg goed. Sam Rondeel, welk nummer vind je het leukst om te zingen? Nou, daar hoef ik niet echt lang over na te denken. Dat is het nummer At Last van Etta James. Dat is echt een van mijn lievelingsnummers. Ik vind Etta James fantastisch. En At Last vind ik gewoon, dat is een soort van liedje wat altijd, dat is gewoon my go-to song. Gewoon. Quincy Denzel vraagt waarom. Hij vraagt nog iets. Hij vraagt, mag ik op Eva passen? Ik ken trouwens Quincy Denzel. Niet dat jullie denken wat antwoord zij vraagt. Maar Quincy Denzel is a friend. En hij is ook al voorbijgekomen op mijn vlogs. Mag ik op Eva passen? Nee, want ik vertrouw mijn kind niet bij jou. Je bent een zwakke schakel. That's good. Oké, laatste twee vragen. Femke 181, je dochter heet Eva. Spreek je dat uit als Eva of als Aiva? Dat spreek je uit als Eva. Ook deze vraag krijg ik superveel. Maar het is net zoals bijvoorbeeld Eden. Dat zeg je ook niet als Aiden.
Maar dat spreek je gewoon uit als Eden. Dus Eva spreek je ook gewoon uit als Eva. Ik snap de verwarring hoor, want ik zou ook denken Aifa. En ik vind Aifa ook een super mooie naam. Maar ik vond Eva toch net even wat leuker. En Femke178 vraagt ook, wie zou je nog graag willen ontmoeten? Oh my god, nou helaas is hij al dood, maar ik zou zo graag Michael Jackson willen ontmoeten. Omdat hij echt mijn idool is. Datzelfde heb ik met Whitney Houston. Maar die zijn er allemaal helaas niet, dus met wie zou ik... Ik zou heel erg graag een keer Rihanna willen ontmoeten. Ik ben echt... I love her. Oké, dat waren alle vragen. En er komen nog steeds meer vragen binnen. Maar ik denk dat dit wel even genoeg is voor deze vlog. Ja, ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Want er gaat verder ook niet echt iets gebeuren. Hartstikke bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Zo ja, doe je duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan alsjeblieft. Want mijn goal is om aan het eind van deze maand 5000 abonnees te halen. Ik hoop dat het lukt en ik hoop dat jullie me daarbij willen helpen. Ik zie jullie morgen weer met een leuke video. Morgen wordt een hele leuke dag, dus ik hoop dat je dan ook weer kijkt. Oké, doei!